de Nijmeegse vestiging van Helikon-opleidingen kregen VMBO-leerlingen met radicale ideeën problemen met leeftijdsgenoten van buitenlandse afkomst. Samen met Interculturele Alliantie is de school gestart met het Respect to All-project genaamd Lessen uit het Verleden. In 2010 won het project de Kieskleur in Groen Award. We hebben in het verleden op deze school te maken gehad met een sfeer van eigenlijk algehele intolerantie. Werd heel veel gediscrimineerd, werd heel veel gepest op deze school en dat probleem wilden we eigenlijk aanpakken. En vanuit daar hebben wij eigenlijk het Respect to All project samen met de maatschappelijke stages gecombineerd. En gaan wij met een groep van 20 leerlingen op pad naar Polen om daar een project te draaien waarin zij leren wat respect is en hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik geloof dat iedereen vooroordelen heeft, dat ten eerste. De ene school heeft er meer problemen mee dan de andere, maar waarom is dit sowieso een goed traject? Kinderen leren op een hele jonge leeftijd over zichzelf na te denken. Wie ze zijn, waar ze bij horen en wat ze kunnen. Ze leren over culturele verschillen en die zijn er. Nederland is een interculturele maatschappij, hoe je het ook wendt of keert. Dus die kinderen, het helpt ze om een omgeving beter te begrijpen. Het helpt ze ook later in hun leven vooruit. En wat we ook doen is een stuk empowerment. Ze leren ook presenteren, ze leren voor hun eigen mening uitkomen. En ze leren hoe ze echt actief discriminatie in een school kunnen aanpakken. We beginnen 's morgens vroeg al met allerlei opdrachten, samenwerken. Ze leren wat pesten is, ze leren hoe ze het kunnen bestrijden. Ze leren wat dus de piramide van de haat is, wat er allemaal gebeurt aan discriminatie, aan volkerenhaat op deze wereld en hoe ze daarin het proces kunnen wijzigen. Een belangrijk onderdeel van het project Lessen uit het Verleden was het bezoek aan het voormalig concentratiekamp Auschwitz in Polen. Je leert er wel veel van en je gaat ook bij stilstaan dat er echt vooroordelen zijn en dat zoveel dingen eigenlijk zijn gebeurd ook in Auschwitz en zo. De belangrijkste groep die wil bereiken is niet het groepje vervelende extremistische jongeren, maar de groep die ze meetrekken. Wat we hebben kunnen bewerkstelligen is dat het niet meer cool is om uit te sluiten en om te discrimineren en om racistisch te zijn. Maar dat het cool is om open te staan voor andere mensen. Ja, als ik iemand zie lopen dan gelijk iets denken. Van bijvoorbeeld als iemand een kapotte jas heeft, gelijk denken dat hij bijvoorbeeld een zwerver is. Dat denk ik nou niet meer. We zijn daar een week met 20 leerlingen aan de slag. Die 20 leerlingen die gaan vervolgens in de eerste en tweede klasse lesgeven. Dus die dragen hun kennis weer over naar de eerste en naar de tweede klassers. Dus daarmee hebben we eigenlijk gewoon vijf klassen per leerjaar die ook meekrijgen wat zij geleerd hebben. Dus dat houdt al in dat we toch 200 kinderen bereiken. Maar in ieder geval de sfeer die er was, die is verdwenen op deze school. Ja, ik had vooroordeel soms over buitenlanders. Nou ja, nog, je betrapt jezelf nou ook op vooroordelen. Ik denk dat het punt 1 een hele mooie vervanger is van de maatschappelijke stage. Want je bent echt met de maatschappij bezig en het verbeteren van de maatschappij. En die plicht heb je als school toch. Dus het zou heel mooi zijn als alle scholen hierin mee zouden gaan. En het dus al geheel in Nederland gedraaid zou worden. Dan heb je ook nog de groepsbinding die daar ontstaat. Het is een heel mooi groepsproces. En het is gewoon eigenlijk een week waarin je zelf ook elke keer weer leert. We hebben een week voor de klas gestaan en hebben wat we in Auschwitz hebben geleerd, hebben we nog een week hier op school, hebben we ook nog een week geleerd. En daarna mochten we een week de andere kinderen dan lesgeven en doorgeven wat wij hebben geleerd. Ben je wel eens dader geweest van uitsluiting of discriminatie, slachtoffer, getuige? Of heb je er wel eens wat tegen gedaan? En iedereen, zelfs de braafste in de klas, heeft wel eens wat geflikt. Kies Kleur in Groen is het project voor meer culturele diversiteit in het groene onderwijs. Wilt u ook het Respect to All project op uw vestiging? Dat kan. Neem contact op met de Stichting Interculturele Alliantie of kijk op de website van Kies Kleur in Groen.